Nou, daar zit ik dan, op mijn stoeltje. Zeker weten. Ik ga jullie vertellen hoe je nou kan beginnen met de kanaal. Het eerste is dat je een kanaal gaat aanmaken. Een kanaal aanmaken doe je gewoon heel simpel bij YouTube zelf. Inloggen, gegevens en klaar is Kees. Daarna ga je een hele mooie banner maken. En een banner is dat plaatje bij je kanaal. Ik weet niet hoe je dat moet zeggen, maar jullie snappen het denk ik wel. Profielfoto is ook wel handig, want als je kanaal er goed uitziet, dan zijn al mensen van, nou, die wil ik wel abonneren. Het tweede stap is dat je dus een video gaat maken. Let erop dat je video scherp is en HD, want mensen houden niet van onscherpe video's. Straks is mijn beeld nu super onscherp. Ik hoop het eigenlijk niet. Ja, en als je dat hebt, dan kan je al een beetje beginnen aan de titel. En de titel is ook best wel belangrijk voor je video. Want als zij het interessant genoeg vinden om het te zien, dan klikken ze erop. En het handigste is natuurlijk om de thumbnail mooi maken en aantrekkelijk. Het is handig om mensen die je kent, die YouTube doen, om samen met elkaar een soort van team te bouwen en daar met elkaar te laten groeien. Maar ja, dat is je moet eerst maar beginnen met een kanaal, toch? En ik had verteld dat ik een kanaalreview zou doen. Daar ben ik nog steeds mee bezig. Ik ga de video maken, maar ik dacht eerst nog een paar video's over hoe je een goed kanaal kan maken. Dat dit wel al een paar tips zijn om je kanaal perfect en cool te maken. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van deze video. Doe alvast een duimpje omhoog. En ja, ik heb dagelijkse uploads. Dus ik zie je morgen gewoon weer. En jullie zijn een stel bazen. Doei doei. Doei. Doei.